deze mooie beker, die mag met jullie mee naar het bureau. Ja, dankjewel. De agenten van politie Almere Buitenhout zijn gisteren verkozen tot de local heroes van 2016. Heeft Almere de tijd gehad om te stemmen? De prijs is een initiatief van de nieuwe bibliotheek Almere om bijzondere inwoners die anderen inspireren in het zonnetje te zetten. En dan vooral de mensen die iets deden voor de stad, muzikaal gebied of als representatie van de stad. En wij dachten, we gaan ze in het zonnetje zetten en dit is het project wat eruit is gekomen. De agenten van dit team zijn erg actief op de social media. Zo laten zij zien wat ze beleven tijdens hun werk. Ongeveer 1500 Almeerse stemmers kozen hen tot de favoriet. Dat betekent denk ik ook wel dat wij het als basisteam goed doen. Dat het wordt gewaardeerd door onze bewoners. Dus wij zijn heel trots dat we deze prijs mogen krijgen. Ik zie mezelf niet echt als een held. Ik denk, ik doe mijn werk, ik doe het met passie. En ik hoop dat ik daar mensen mee help. En de mensen die je daarmee helpt, ja, in hun ogen ben je soms inderdaad een held. In 2016 werd bijna elke maand een lokale held uitgekozen. Deze 10 finalisten namen het vervolgens tegen elkaar op voor de prijs van het jaar. Ja, dat is natuurlijk een beetje het sportelement, zeg maar, wat we eraan toe wilden voegen. Dat het spannend werd, dat mensen gingen stemmen en dat uiteindelijk Almere zijn of haar local hero uit kon kiezen. Volgend jaar weer? Ja, wie weet. We gaan ons best doen. Het voorstel voor gedeeltelijk gratis parkeren in Lelystad moet van tafel. Dat vindt de inwonerspartij Lelystad. De partij maakt deel uit van het college. Fractievoorzitter Luc Baten zegt in de zondaguitzending van Over Flevoland gesproken dat het experiment een gat in de begroting slaat. De proef om het eerste uur parkeren gratis te maken zou de gemeente bijna €500.000 kosten. Volgens de inwonerspartij is afgesproken dat experimenten de gemeente geen geld mogen kosten. Dinsdag komt de kwestie aan de orde in de gemeenteraad van Lelystad. Het Apollo-ensemble uit Lelystad bestaat 25 jaar. En dat werd vandaag gevierd in het Agora Theater in Lelystad. De groep speelt klassieke muziek en maakt daarbij gebruik van historische instrumenten. Het gezelschap werd 25 jaar geleden opgericht door fagotist Thomas Oldheten uit Lelystad. In 1992 waren we eigenlijk net naar Lelystad verhuisd. We hadden daarvoor 6 jaar in Zwitserland gewoond. En we dachten van, nou, hier is niet veel. Laten we wat oprichten. En toen zijn we eerst met z'n drieën begonnen. En ja, al snel kwamen er projecten waar steeds wat meer muzici bij kwamen. En zo langzaam maar zeker groeide het uit tot het ensemble wat we nu hebben. Inmiddels heeft de groep concerten gegeven in Rusland, Kroatië, Frankrijk, Canada, Australië en de Verenigde Staten. Met een speciaal concert van de componist Haydn werd de mijlpaal gevierd. Ook wordt er ter ere van het jubileum een boek en een cd uitgebracht. Wat is er nog over na 25 jaar? Wat staat er nog op de lijst? Wat we tekort hebben is tijd. Ja. Voor de rest, ja, we hebben allerlei mooie plannen staan, grote projecten staan, uitnodigingen liggen. Dus ja, nee, er staat genoeg. Ja. Ik vind het geweldig. Ik vind het zo mooi. Ja, absoluut. Ja. Ja, ik heb ze al heel vaak gezien in concerten, maar ik denk dat ze wederom laten zien dat ze heel veel kwaliteit in huis hebben. Ja. Het is erg mooi. Grote verrassing gisteren voor atleet Scott Boon uit Dronten. Hij pakte tijdens het NK op het onderdeel hinkstapsprong als A-junior een bronzen medaille bij de senioren. De nummer 1, degene die Fabian Florent heeft, het Nederlands record, die sprong 2 keer ongeldig. En ik ging een beetje aan de zijkant zitten om zijn techniek een beetje te kijken of ik dat kan toepassen. En ik zag dat hij doorliep bij de derde poging. Toen dacht ik, oké, nou, dat is nummer 1 weg. Dus en ik stond op dat moment derde. Dus toen denk ik, de nummer 1 stond nog, of de nummer 2 stond maar een paar centimeter verder. Dus toen dacht ik, nou ja, misschien kan ik hem die tweede plek halen. Dus ja, ik sprong in mijn laatste poging nog wel verder. Maar uiteindelijk sprong nummer 2 nog wel net iets verder. Dus dat was jammer, maar de derde plek uitermate tevreden mee. De reactie stroomde binnen. Dat geeft hem een extra boost. Want volgende week wil hij Nederlands kampioen worden bij de junioren. Ja, ik heb gisteren bij de mannen meegedaan. En dat is eigenlijk gewoon was een beetje een opwarmetje. Want ik had nog niet een hinkstapwedstrijd kunnen doen, zeg maar. Dus ik focus echt op aankomend weekend. Mag ik zaterdag hinkstappen in mijn eigen categorie. Jongens, junioren A. En dan zondag mag ik gaan sprinten, polshoek springen en verspringen. Is dan komend weekend met 2 vingers in je neus kampioen worden?
Dat weet ik nog niet precies, want ik heb een afgelopen winter paardrijden met Papendal gevolgd. En daar was een andere jongen, die was daar ook. En die doet zaterdag ook mee. Dus ja, misschien dat hij hetzelfde als ik voor een verrassing gaat zorgen. Boon liep vandaag rustig een rondje om bij te komen van de prestatie van gisteren. En om zich op te laden voor volgende week. Ja, lekker uitrusten, een beetje ontspannen. Straks nog even loslopen. En dan dat lichaam goed hersteld. En dan kan je volgende week weer goed trainen. Zaterdag, dan komt hij in actie. Dan weten we of er goud in zit bij de junioren. Badmintonvereniging Almere verliest de eerste halve finale play-off in de strijd om de landstitel. DKC is hier na een golden game te sterk voor de ploeg van Erik Staats, die naast mij staat. Erik, ja, verliezen is nooit leuk, maar na een golden game helemaal niet, denk ik. Nee, ja, je wil überhaupt nooit verliezen. En een golden game, ja, dan kan het alle kanten op. En ja, ze waren in de golden game net gewoon beter. Ja, hebben jullie het gewoon weggegeven vandaag? Nee, denk ik niet. Ik denk dat het gewoon heel dicht bij elkaar ligt. En we hebben hele close standen naar ons toegetrokken. En ja, we hebben ook gewoon wedstrijden verloren. Ja, zo simpel is het. Voor de mixen leiden jullie met 4-2. Ja, dan mag je het eigenlijk niet meer weggeven, toch? Ja, op papier mag je dat niet weggeven. Maar ja, het is ook geen voetbaluitslag. Het is 4-2, maar je hebt wel twee mixen te spelen. En DKC heeft twee sterke mixen. En natuurlijk op voorhand hoop je en ga je ervan uit dat je die twee mixen wint. Maar ja, goed, DKC is sterk. En ja, dan kregen we daarna nog de blessure van Niels in de wedstrijd bij. Ja, dan kan het zo 4-4 worden. Ja, jullie begonnen uitstekend met twee keer winst in de dubbels. Ja. Ja, dat klopt. En dat wilden we ook graag. En nou ja, goed, dat is ook gelukt. Nou, we komen naar 3-1. Goede single van Manon. Ging wel moeizaam, maar oké, ze wint hem. Goede single van Madouk. En ja, goed, zo zijn we eigenlijk tot de 4 gekomen. Ja. Ja, goed, beide heren enkels verlies je wel. Was dat ingecalculeerd? Ja, we hebben tot nu toe nog geen één keer een heren enkel van DKC gewonnen. Dus ja, we weten dat dat gewoon een heel lastig onderdeel is om daar punten te pakken. Ja, en dan zat er misschien wel de crux in die laatste mixpartij. Ja, Ilse Vaze is dan gewoon geblesseerd. Ja. In hoeverre heeft dat een hele grote stempel gedrukt op deze nederlaag? Nou ja, goed, kijk, er worden nog 7 wedstrijden gespeeld. Maar ja, goed, Adam en Ilse zijn gewoon een heel sterk koppel. En ja, als je dan geblesseerd bent en niet fit bent, dan kan je gewoon niet van begin en veren winnen. En ze deden het nog heel knap, maar kwamen toch net tekort. Ja, en de allerlaatste wedstrijd, ja, de Golden Game. Ja. Ja, waar verlies je die op? Ja, we moesten anticiperen op de blessure van Dave. Die had last van zijn kuit. Dus ja, toen moesten we snel schakelen en Adam en Leon inzetten. Ja, is wat minder ingespeeld, maar goed. Dit was ook waar we in die zin best op uit hadden willen komen. Qua herendubbel. Wat betekent dit voor de return? Nou ja, eerst maar even kijken hoe de blessures zijn. En we zien het licht dicht bij elkaar. Dus ja, volgende keer kan de Golden Game ook weer onze kant opvallen. Tot zover Den Haag. De return, de allesbeslissende return, die volgt op 26 februari. En dan weten we of BV Almere inderdaad misschien toch nog de finale gaat halen in de strijd om de landstitel tegen Velo. Judoka Kevin Bakker uit Almere heeft zijn intrek genomen op trainingscentrum Papendal in Arnhem. Deze stap is het gevolg van beleid van de judobond om topjudoka's in Nederland centraal te laten trainen. Het leven van het 20-jarige judotalent gaat dus drastisch veranderen. Ik heb van andere jongens al gehoord hoe het je trainen is. Nou, op het begin zal het wel natuurlijk wennen zijn. Het harde trainen, het vele trainen, maar uiteindelijk... Als je daaraan gewend bent, komt het wel goed. Tot nu toe woonde Bakker bij zijn familie in Almere. Maar nu hij op Papendal zit, bestaat de kans dat hij de vertrouwde warme hap thuis gaat missen. We hebben hier een goed restaurant met gezonde voeding. Dus dat zit ook wel goed. Ja, je bent niet bang dat je heimwee krijgt? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik zal natuurlijk wel contact hebben met mijn ouders natuurlijk op bellen en whatsappen, maar heimwee nee. Het is de bedoeling dat hij op Papendal flink meer gaat trainen. Maar voorlopig lukt dat even niet, want Bakker heeft een blessure opgelopen. Ik heb in begin december tijdens een wedstrijd mijn sleutelbeen gebroken. Ik heb een gewichtsklasse hoger gejudo'd, want het was niet heel belangrijk. En in die partij was ik op mijn schouder gevallen. De partij wel uitgejudo'd, gewonnen. Twee weken erna toch naar het ziekenhuis geweest, bleek mijn sleutelbeen gebroken te zijn. Dus dat was wel een... tegenvaller. Als alles mee zit, verwacht Bakker over een week of 4 weer volop te kunnen trainen. Hij gaat veel uren doorbrengen in de speciale judohal op Papendal. Nou, deze zakken of poppen gebruiken we voor een worp te oefenen, voor Uranage. Nou, dat is een worp. Dan til je iemand helemaal
over je heen achterover. Daar moet je heel sterk voor zijn. En deze poppen zijn ook heel zwaar en daar oefenen we mee. Het nieuwe leven van Kevin Bakker op Papendal moet uiteindelijk gaan leiden tot grote successen. Ja, naar de Spelen zou heel mooi zijn. Ja, 2020, ik denk misschien iets vroeg. Maar 2024 is een mooie doel, ja. Op 13 maart vertrekt een groep van 7 Almeerse sporters naar Oostenrijk. Daar wordt vanaf 18 maart de Special Olympics gehouden. Dat is een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit weekend kregen de sporters mediatraining van oud-atlete Nelly Coleman. Nou, mijn naam is Brian en ik ben dus van Team NL en ik ga shorttrekken. De spelers zijn voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk. Almeerse Cynthia Setz gaat mee als hoofdcoach van het onderdeel schaatsen. Het belangrijkste is dat ze het zelf niet eens doorhebben hoe belangrijk het voor ze is. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar zij zien het gewoon als een heel leuk reisje. Dat is het natuurlijk ook. Maar als ik zie hoe alleen al de aanloop naartoe, hoe erg ze daar al in veranderen en wat er bij ze loskomt en wat ze nu al durven. Zo belangrijk is het dus eigenlijk voor een hele ontwikkeling. De sporters zijn natuurlijk al een beetje gespannen. Want naast genieten moeten ze een sportprestatie neerzetten op de onderdelen skiën en schaatsen. Ze hebben er zin in. Ja, zeker. Heel veel zin in. En waarom heb je zoveel zin in dit evenement? Ik spannend en heel groot is. Wat is er zo spannend aan? Gewoon de uitdaging en nieuwe mensen en nieuwe wereld. Olaf Kinneging doet mee aan het skitoernooi. Hij gaat voor goud, want hij kan heel hard skiën. Al best wel heel hard. Wat is heel hard? 20 kilometer nu. Ja, daar moet goud er toch in zitten? Ja, sowieso. De spelen duren een week. 25 maart is de sluiting in Oostenrijk.